Ik zit bij de Ronde Tafel van Huizen. Ronde Tafel is een groep heren onder de 40 die vriendschappen bevorderen. Onderling, maar ook iets willen betekenen voor het goede doel. Nou, we gaan een dagje uit organiseren voor de woongroep, heet het, hè? Woongroep Mozart. Ik heb de vraag gekregen vanuit Vaart, moet je me even helpen? Ja, Vaartkracht. Of Sport City iets kan betekenen voor vaartkracht in de zin van flotilje bouwen, vlotjes bouwen, dus echt de huizenmaten, de havendag. Ik wil haar graag daarbij helpen om te zorgen dat het een geslaagde dag gaat worden. Ik heb twee matches rondgekregen en het loopt weer als een tierenlier, zeg ik dan. Het onderwerp is verbinden. Dus we hebben met linten en het tape op de vloer geprobeerd het netwerk uit te beelden. We hebben nu gezegd, we willen echt ons beperken tot één match. Maar het zijn er toch alweer twee aan het worden en waarschijnlijk gaan we nog wel even door. We zijn nu wel echt op zoek van waar kunnen we een match voor de gemeente Huizen krijgen. Maar ik hoor al meerdere verbinders dat die nu bezig zijn. We zijn bezig met de Voor de Frons, Stichting Kindervakantieweek Huizen. En wij hadden vooral materiaal nodig. En we zijn met Wisland van de bouw zijn we bezig geweest om te kijken of we materiaal kunnen regelen. Ik probeer dus nu te bemiddelen tussen twee organisaties die allebei hout nodig hebben. Stichting Vakantie, Kinderweek, Kindervakantieweek en Vaarkracht. En ik ben zelf portefeuillehouder van de afvalstoffendienst hier. Dus ik probeer nu een container te regelen waar het spul in kan, bewaard kan worden, zodat ze er allebei gebruik van kunnen maken. We hebben een hele mooie match gemaakt met Hemelsby. Hemelsby moet ik zeggen, moet goed uitspreken. Zij willen onze snoezelruimte een ontwerpadvies geven. En dan mogen zij shoppen in onze kelder naar retro producten die nog daar gestald staan. Het gaat geweldig op mijn tafel. Ik ben heel erg trots op mijn tafel. Ja, we hebben 5 matches, dus dat is perfect. Dan ga ik jullie overwerkt. Soms wel, maar het mag nog veel meer werk bij komen. We hebben er nu 59 en we kunnen er nog genoeg aan. Wij hebben een match dat een aantal leerlingen van het Erf Goijs College een profielwerkstuk gaan maken, waarbij ze een stukje marktonderzoek gaan doen voor een doelgroep van de dansschool. Wij hebben een multi-match gemaakt, ik moet even goed zeggen. Wij gaan voor de Stichting Philadelphia met meerdere winkels gaan we een hele leuke avond organiseren waarin de mensen van Stichting Philadelphia op de foto worden gezet, maar met sieraden en met mooie kleding en leuk opgemaakt en een avondje uit voor de mensen van Stichting Philadelphia. Ik zie hier 4 stickers op uw jas. Wat is dat? 4 matches uiteraard. Wat voor matches? We hebben bedrijven gevonden die het leuk vinden om leerlingen die aan het ondernemen zijn te gaan ondersteunen. Ja, het gaat geweldig. Het is elk jaar weer zo spannend. Maar kijk naar die zaal, kijk naar de mensen. Ik hoor de leukste dingen. Voldoet het aan je verwachtingen? Zonder meer. Ik tel 4 stippen op uw badge. Ja, erg hè? Dat lijkt wel een ziekte. Nee, we hebben 4 matches als Rotary. Wat had je hiervan verwacht? Nou, minder drukte eigenlijk. Ik denk iedereen blijft netjes op zijn stoel zitten, babbelt met zijn buurman. En nu zie je dat het één netwerk is en... het bevalt mij wel dit. Ik vind het wel leuk. Verhaling vatbaar? Absoluut.